Die BMS is een heel veelzijdig bedrijf. We hebben zeg maar dierenparken, vakantieparken. We hebben ook heel veel bedrijven gericht op het zakelijk verkeer. Congrescentra, beursevenementengebouwen. Dus zowel voor de business to business als voor de business to consumer hebben we heel veel te bieden. Nou, eigenlijk zijn wij met 31 en congrescentrum en met beursevenementen accommodatie Brabant hadden, zijn wij eigenlijk een ontmoetingsplaats. Uiteindelijk gaat dat, hè, wil je zaken doen, hè, want dan moet je ook elkaar ontmoeten. Dat wij zouden moeten stimuleren, veel meer dan dat we nu doen. Uiteindelijk moeten wij zorgen dat we de ontmoetingsplaats 31 en Brabant hadden gebruiken om meer gaan gebruiken om Belgische ondernemers en Nederlandse ondernemers met elkaar in contact te brengen. Als je een bioscoop hebt, fitnesscentra, beursevenementenaccommodaties, congres en een aviodroom met historische vliegtuigen, dan denk je, dat is een echt bij elkaar geraapte boel. Maar er zit heel veel gemeenschappelijks achter. Het belangrijkste wat erachter zit is de gastvrijheid. Uiteindelijk of het zakelijk is of privé. Wat de gast wil, wat de klant wil, is familie of vrienden of relaties ontmoeten in een gastvrije en prettige omgeving. En die gastvrijheid, of je nou bij een beursevenementenbedrijf bent, of bij een congrescentrum, of een Beekse Bergen safaripark, of Sportejom in 's-Hertogenbosch. Overal bij ons staat die gastvrijheid centraal. En dat, daar hebben al onze gasten zakelijk, maar ook privé, hebben ze daar recht op. Het tweede wat bindt is de logistiek. Nogmaals, al onze businessen waar we in zitten, die komen eigenlijk van op hetzelfde neer. Er komen een heleboel mensen tegelijkertijd aan bij een beurs, bij een congres. Bij een vakantiepark als het de wisseldag is. En ja, die moeten allemaal de weg vinden, die moeten allemaal parkeren, die moeten allemaal een ticket kopen. Dus het hele logistieke gebeuren, dat is eigenlijk voor een congrescentrum hetzelfde als een beurs- en evenementenbedrijf. Nou, wij willen niet alleen een goed resultaat hebben in financiële zin en op de eerste plaats de gasten naar de zin maken. Maar we willen ook maatschappelijk een bedrijf zijn wat onze sporen verdient. En dat doen we eigenlijk door 5 dingen. 1 zeggen wij, er moet sprake zijn van social return. 2 zeggen we natural return. 3 is financial return. En we willen ook een bijdrage leveren aan inspirational return. En dan 5e, we hebben natuurlijk, los van de 4 dingen die ik net genoemd heb, hebben we met onze dierenparken, dan leveren we echt een hele stevige bijdrage om diersoorten via EASA, dus de European Association of Zoo en Aquaria, te behouden. En die hebben zich tot doel gesteld om afstand te doen op hun balans van de dieren. En die dieren onder te brengen in fokprogramma's om daarmee de soort te behouden en te verbeteren. In deze tijd moet je zien en dat ook waarmaken dat de enige manier om te overleven dat samenwerken is. Bij beursevenementen en congressen is het eigenlijk altijd samenwerken. Maar ook met leveranciers kijk je samen, bijvoorbeeld bij de attractie- en vakantieparken. Hoe kunnen we nieuwe formules voor de horeca ontwikkelen? Hoe kunnen we nieuwe materialen invoegen? Dus stel dat wij iets zouden willen alleen, dan keur ik het af. Een goed huwelijk is ook samenwerking. En in een bedrijf is het ook zo dat je alleen maar succes kunt hebben en ook gewoon vooruit kunt komen. En een beetje gelukkig kunt zijn als je samen kunt werken. Dus samenwerken is ook niet eng, is ook niet moeilijk. Het past in deze tijd. Het is de weg naar succes. En het sluit ook aan bij wat in onze genen zit.